denk ik. Je kunt hem daarop zetten, als je daar afstaat. Geachte aanwezigen, wij heten u allen welkom bij de jaarlijkse Frans Kalendonk-lezing. Hartelijk welkom allereerst onze hoofdgast en schrijfster Saskia de Koster. Voorts een allerhartelijkst welkom aan de leden van de familie Kalendonk. Aan Frans Kalendonks partner Jan Duyks. Ik weet niet of die er is. Ah, oké. Een welkom aan onze rector magnificus prof José Sanders, maar zij liet zich verontschuldigen. En de decaan van de faculteit der letteren André Lardinois. Die daar zit. Mijn naam is Tom Sintobin, ik ben docent en onderzoeker algemene cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit. En ik maak deel uit van de Frans Kalendonk Lezing Commissie, waarin tevens zitting hebben mijn collega's prof. Dr. Maarten de Poerk, prof. Dr. Matthijs Sanders, mevrouw Sanneke van Hassel en mevrouw Imke Bruinsma. Deze commissie bereidt deze jaarlijkse lezing voor en draagt mede zorg voor de organisatie. Dat doet zij in opdracht van en mogelijk gemaakt door de Nijmeegse Faculteit der Letteren. Wij zijn blij dat u allen weer in zo grote getale aanwezig bent bij de 30ste Frans Kalendonk-lezing. U hoort het goed, dit is een jubileum-editie. En als het een huwelijk zou zijn geweest, dan kregen we nu het epitheton Parelmoer opgekleefd. Vanaf de allereerste Kalendonk-lezing in 1992 is de opzet dat een belangrijke eigentijdse Nederlandstalige auteur gevraagd wordt om een thema aan de orde te stellen dat ook in het werk van Frans Kalendonk van belang is geweest. Het betreft dus geen lezingen die uitsluitend handelen over de auteur Frans Kalendonk of over zijn werk. Waar het om gaat, is een actuele herneming van een thematiek die relevant is voor of geïnspireerd op werk en denken van Kalendonk. We zijn erg blij dat we dit jaar Saskia de Koster bereid hebben gevonden om de Frans Kalendonk-lezing 2024 uit te spreken. Saskia de Koster studeerde Germaanse talen en literatuurwetenschap aan de universiteiten van Leuven en Vancouver. Zij is de auteur van 9 romans, waaronder Eeuwige Roem, de bestseller Wij en Ik en het alombejubelde Nachtouders. Voor Wij en Ik kreeg zij de Opzij Literatuurprijs in 2014 en Nachtouders werd door VRT Nieuws uitgeroepen tot een van de 20 boeken die 2019 hebben veranderd. Behalve als auteur laat de Koster zich ook opmerken als een eigenzinnig opiniemaker en als columniste. Haar meest recente titel is Net Echt, 2022. Vandaag spreekt Saskia dus de 30ste Kalendonk-lezing uit, getiteld Mijn Jaar van het Spook. Dames en heren, ik vraag graag uw aandacht voor Saskia de Koster. Dag iedereen. Ik ben heel blij om hier te zijn. En is dit verstaanbaar? Ja. Oké. Ik ben zo mogelijk nog blijer dat jullie hier zijn natuurlijk. Anders zou het nogal sneu zijn. Een heel mooie, maar ook heel ernstige vraag natuurlijk, hè, om de Frans Kalendonk-lezing te verzorgen. Ik heb dat dan ook heel ernstig opgevat en ik heb mij verdiept in één werk, Letter en Geest. Ik heb, dat is misschien een kleine waarschuwing, ik heb geen plaatjes, geen beeldmateriaal, dus het wordt echt letterlijk een lezing. En die is getiteld Mijn Jaar van het Spook. Ik heb nooit zoveel contact gehad met spoken als in het jaar 2023. Ook dook ik in het oeuvre van Kalendonk. De vraag die me door het Kalendonk-comité gesteld werd, wat maakt je schrijfpraktijk verwant aan die van Frans Kalendonk of net niet? Wat van jezelf vind je terug in de verlegen, bombastische, overmoedige, zelfhatende, erudite, tegendraadse Kalendonk die op twee benen hinkte, intellect en begeerte? Bij een dergelijke vraag zie ik spontaan armpjes uit de muren komen, ledematen, verbindingen. De vraag is een vraag naar verbinding. Om werken naast elkaar te leggen en te kijken waar ze hun benen in elkaar vasthaken, hun handen naar elkaar uitstrekken. Mystiek lichaam las ik jaren geleden al. En ook links en rechts wat verhalen en beschouwingen en essays over de weerbarstige schrijver met de torenhoge reputatie in Nederland. Ik bleef hangen bij Kalendonks tweede roman, Letter en Geest, uit 82. Het boek kreeg de ondertitel Een spookroman mee. En daarover wil ik het even met u hebben. En over mijn spoken.
Mijn jaar van het spook ging daadwerkelijk van start met mijn performance The Author is Present. Dat was de titel daarvan. Gedurende de hele maand februari liet ik me opsluiten in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het KMSKA, om er in een glazen hok mijn roman net echt af te ronden. En ja, jullie kunnen dat... glazen hok klinkt misschien nogal vreemd. Kunnen dat stiekem even googlen, maar het was dus echt gewoon een heel kleine glazen ruimte waar ik de hele tijd in zat te schrijven. Ik schreef, sliep, at en leefde een maand in het museum. Zonder enige vorm van talige communicatie en zonder buiten te komen. 'S Avonds, als iedereen weg was, sprak ik tegen mezelf om te testen of ik nog een stem had. Ik liet me zo inperken als statement en als experiment. In de laatste fase van het schrijfproces kruip ik meestal in een cocon. Ik zonder me af, mijd sociaal contact en verdwijn als het ware in mijn verhaal. En dat wilde ik nu extremer doortrekken om te zien wat er zou gebeuren. Ik zat daar als een levend kunstwerk, als schrijvende vrouw achter glas. De schrijver is aanwezig, zonder uitleg, zonder compromis. Voor het eerst schreef ik terwijl het publiek kon meevolgen. De hele maand februari trokken bezoekers overdag voorbij aan mijn raam of ze bleven zitten en verstilden even. Eerst zag ik individuen. Papa's met kleuters, de toeristen die zo gehaast waren dat ze op de vlucht leken, de verdwaalden met tijd te over, de guitige oma's met duimen in de lucht, de meerwaardezoekers. Naarmate de massa één vormeloos geheel voor me werd, ik kreeg mijn verhaal meer vorm. Mijn verhaal stond op en ik begon in de loop van de maand los van mezelf te komen. Als het publiek vertrokken was, liep ik tussen de eeuwenoude kunstwerken en werd er ingehaald door iets anders. In mijn dagboek noteerde ik: 'S morgens ga ik de vogels groeten die ik niet zie. Ik hoor een gefluit buiten, maar kan het nooit betrappen. Ook al hebben de bomen nu enkel takken en geen bladeren.' Zo op mezelf kom ik van binnen los uit mijn groeven, alsof ik als een spook door het huis van mezelf zweef. De nachten waren van de kunstwerken en de spoken. De donkere nacht slokt alle details op en toont de grove vormen. Vandaar dat nachten angstaanjagender zijn, dat de dingen zichzelf opblazen. Ze verliezen alle nuance in het zwart. Maar die nachten in het museum waren ook oorverdovend, wild en luid. En dat had ik nooit verwacht. De ventilatie versterkte het minste gerucht. De wind vond haar weg door de kieren in het oude gebouw. Stemmen zuchten alsof het gebouw als een luchtkasteel ineen zou zakken. Een ideale gothic setting. Nachtelijke toiletbezoeken waren avonturen. Met de zaklampenbundel voor me uit ging ik door het donker. Nooit heb ik mij zo verbonden gevoeld met kunstwerken. Pierre de Wissant, een sculptuur van Rodin, is mijn vriend voor het leven geworden. Het koperen spook van die burger van het verslagen stadje wachtte me elke nacht op, een maand lang. En als ik nu terugblik op die maand, zie ik geen keurige herinneringen, maar voel ik vooral een ijlte. Alsof ik terugdenk aan een dronken nacht waarin de tijd weggeglipt is. De herinnering voelt als een droom. Ik was er niet echt, niet ik. Ik was er wel, mijn lichaam deed toch alsof. Ik speelde mijn rol, net echt. De schrijver kon bekeken worden en het hele schrijfproces werd open en bloot getoond. Ik was aanwezig en afwezig. Een spookversie van mezelf is daar achtergebleven. En zo is dat museum chockvol van schimmen die door elkaar scharrelen en ellebogen door de nachten heen. Er zijn bewijzen van het bestaan van de spoken. Het wordt al langer gefluisterd. De bewakers hebben de camerabeelden toch zelf gezien. Ze geven ze door aan elkaar, maar hebben afgesproken om ze niet met de directie te delen. Zo heb ik het gehoord. Bigfoot is de naam die gegeven is aan een kolossale harige verschijning die om de zoveel tijd in San Juan National Forest in Colorado gespot wordt. Niemand weet wie of wat het is. Bigfoot heeft nooit iets aangericht, maar de believers vertrouwen het zaakje niet.
Het gerucht volstaat om het harige spook uit te roepen tot een gevaar, een potentiële ontvoerder of zelfs een moordenaar. Wat niet is, kan nog komen. Hij kan de gemeenschap schade toebrengen. Toch wil de plaatselijke sheriff zijn tijd niet besteden aan het onderzoeken van de zaak. Daarvoor wordt hij niet betaald door de staat, meent hij. Daar zijn schrijvers voor, meen ik. Om de spoken op te sporen. De wezens die onder ons wonen, maar die geen sheriff staande kan houden. En dan komen we nu bij Kellendonk. Kellendonks spookroman, Letter en Geest, speelt zich af in een gebouw vol boeken aan de Nederlandse gracht. In dat archief gaat Felix Mandaat in het eerste hoofdstuk solliciteren. Mandaat is een man die een vorig leven gekend heeft als eventorganisator en nu kiest voor de burgerlijke stabiliteit van een vaste baan in een duffe universiteitsbibliotheek. De man die hem rondleidt bij de sollicitatie, zijn latere overste van Uffel, schetst hoe weinig impact het geestesleven tussen de boeken heeft. Die zegt, in de afzondering van studeerkamers woeden tornado's waar geen zandkorrels door beroerd worden. Dat begint al bemoedigend. Van Uffel haalt in één moeite door ook de lafheid van de schrijver aan. De lafheid van iemand die zich verschanst achter woorden en zo een lijfelijke confrontatie met een vijand uit de weg gaat. Door de fysieke afwezigheid van tegenstander kan de heldenmoed daar gigantisch groeien, schrijft hij. De schrijver als gamer. Zo kan iedereen een held zijn. Achter je bureau kan je woorden gebruiken om jezelf te overbluffen en avatars aan te sturen, maar in de echte wereld sta je nergens. Na het ontnuchterende bezoek aan de BIP stelt Mandaat vast, de taal leidt hier een ontlichaamd, postuum bestaan. Een spookbestaan, zou je kunnen zeggen. Hadden woorden maar lichamen. Dan had ik hen als kind urenlang aan- en uitgekleed en hun haren gekamd. Poppen volstonden niet voor mij, maar boeken alleen ook niet, want ik kon de woorden niet aanraken. Mijn loopbaan als schrijver begon ik via een omweg als materialist, namelijk als goudzoeker. Ik had op mijn 8e beelden gezien van de Gold Rush, in hetzelfde decor als waar het spookdier Bigfoot zich zou ophouden. Bij mij is het verlangen om zo te schrijven dat de wereld overeenkomt met de woorden begonnen met mijn eigen versie van goudkoorts. Mijn onstilbare verlangen naar goud. Dat zat zo. Werkmannen hadden in de achtertuin allerlei onderdelen voor een nieuwe keuken gezaagd en in elkaar gestoken. Ze hadden ijzervijlsel achtergelaten dat ik meesmokkelde naar mijn eigen wereld. De wereld van mijn stukje bos met mijn zelfgegraven vijvertje. Het was een kuil met een plastic zeil gevuld met water. Ik gooide er aarde in en mengde die met het ijzervijlsel. Ik maakte mijn broer wijs dat er goud in zat. Als we maar lang genoeg zeefden. Zo deden de goudzoekers dat ook. Zeven, zeven, zeven. Mijn broer begon te zeven en te zeven. We spraken over het goud dat tevoorschijn zou komen en aan hele namiddag zeven, tot onze handen verkleumd waren en we hen amper nog konden bewegen, sprong hij opeens recht. Hij toonde me zijn zeef en tot mijn verbazing zat er goudvijlsel in. Echt. Net echt. Ik was erin geslaagd om mijn broer met mijn woorden te overtuigen en de werkelijkheid was gevolgd en gehoorzaamde nog ook. Kijk, het woord was vlees, of in dit geval goud, geworden. En dat kunstje probeer ik al mijn hele schrijversloopbaan te herhalen. Helaas zonder succes voorlopig. Aanvankelijk is die brave Mandaat vast van plan om zijn werk in de BIP goed te doen en probeert hij aansluiting te vinden bij de andere bibliotheekmedewerkers. Kellendonk zet Mandaatscollega's neer in al hun bekrompenheid als saaie types die zich na een werkdag naar huis haasten voor het vervolg van de sleur. Mandaat beweegt zich in de bedompte wereld van het boekenreservaat als een buitenstaander. Hij beseft al gauw dat hij hier geen deel van uitmaakt, geen deel van wil en kan uitmaken en kiest dan maar resoluut voor afstand.
Hij kijkt neer op zijn lusteloze meesmens. Al kan je je afvragen hoeveel opwindender zijn eigen bestaan dan is. Hij heeft het al gauw over de klamme mist van achterdocht die in het instituut hangt. Overdag zit Mandaat braaf aan zijn bureau en 's avonds tijdens zijn avonddienst doolt hij als een personage uit het werk van Borges door de bibliotheek. Hij lijdt aan slapeloosheid. De geest komt in de nachtelijke uren een eerste keer rondwaren. In recensies van Jaap Goedengeburen, die hier ook aanwezig is, bijvoorbeeld, en essays, bijvoorbeeld van Daniel Rovers, is het spook in Letter en Geest geduid als een fantasietje en een product van mandaatsverbeelding. Dat het een poging is om uit de lethargie van het werkende leven te geraken, geloof ik. Maar ik denk dat het spook nog concreter te identificeren is. Brugman, de man die Mandaat komt vervangen, vertoont zich niet één keer doorheen de hele spookroman. En hier spreekt dus inderdaad mijn achtergrond. Ik heb literatuurwetenschappen gedaan en ik heb het gevoel dat ik nu een soort close reading aan het doen ben van het boek. Ja, alles om Frans Kellendonck te eren, hè, in zijn werk. Dus dat is mijn interpretatie van dat personage. Door zijn afwezigheid krijgt Brugman nog meer allure. De voormalige assistente van Brugman, mevrouw Kwaling, is nu de assistente van Mandaat. Maar ze kan niet over Brugman zwijgen. Ze is duidelijk stapelverliefd op de afwezige, de onzichtbare held van het instituut. Mandaat zoekt sporen van de Bigfoot van de Bib. Brugman is enkel aanwezig in de verhalen die over hem de ronde doen, maar heeft hij daar ook iets tastbaars achtergelaten? Er staan zelfs geen tandafdrukken in de potloden van zijn voorganger. Dan blijkt dat Brugman, voor hij zich teruggetrokken heeft uit het instituut, eerst nog mevrouw Kwaling heeft bezwangerd. Hij zal dus wel degelijk iets achterlaten, een nieuw leven zelfs. In een slapstick-scène, chockvol religieuze metaforiek, fladdert een duif de leeszaal binnen. Je kan er de Heilige Geest in lezen, die voor een onbevlekte ontvangenis op bezoek komt. Als mevrouw Kwaling van een tafel dondert, vangt Mandaat haar op in zijn schoot en drukt haar tegen zijn erectie aan. Vanaf dat moment van onbevlekte bevruchting maakt Mandaat zichzelf wijs dat hij verliefd is op haar. Mandaats heteroseksuele alter ego is een droombeeld. Het is Brugman. In Mystiek Lichaam, de opvolger van Letter en Geest, wordt die thematische lijn verder uitgewerkt. Van de homoseksueel die hetero's benijdt dat ze kinderen kunnen maken. Homoseksualiteit is een afwijking en een mislukking, want homoseksuelen samen kunnen geen andere kinderen kunnen geen andere lichamen voortbrengen. Ze brengen via de geslachtsgemeenschap hooguit de dood voort. Dat was de deprimerende realiteit voor homoseksuelen in 1982, jaar van publicatie van Letter en Geest. Toen woedde de AIDS-epidemie in volle hevigheid, maar HIV-positieven werden gestigmatiseerd. Er werd nog gedacht dat de ziekte enkel bij homoseksuelen en gebruikers van harddrugs voorkwam. Homoseksuelen werden door de alliantie van conservatief rechts, Reagan, en de katholieke kerk weggezet als promiscu en drugsverslaafden leefden sowieso in de marge. AIDS was Gods straf voor hun gedrag. Ten tijde van Mystiek Lichaam, 4 jaar later, was Kellendonck wellicht zelf al getroffen door de auto-immuunziekte. Zijn schaamte weerhield hem ervan dat openbaar te maken. Maar het spook waarde rond. Schaamte en zelfhaat zijn een dankbare voedingsbodem. De verscheurde mens zoekt een weg om zich heel te weten, om zijn interne tegenstellingen misschien maar even op te heffen. Kellendonck probeerde via zijn verhalen zijn demonen en kwelgeesten ergens onder te brengen. Tijdens het lezen van Letter en Geest dacht ik plots aan het litteken van een van mijn professoren aan de Katholieke Universiteit van Leuven. De vlotte, keurige, intellectuele professor was ooit een punker geweest. Het viel nog van zijn gezicht af te lezen. Ergens moest die wildheid nog in hem schuilen. Dat litteken had hij overgehouden aan een steekpartij, werd onder studenten verteld. Hij gaf een ongemeen boeiende cursus in de opleiding Engelse literatuur. The Victorian Age.
Het was een tijdperk bij uitstek van dubbelheid, tussen moderne werelden en oude gedachten. De Victorianen hinkten op twee benen, gevangen tussen industrialisering, nieuwe stoommachines, kolonialisme en ook nog taai geloof. Het was de onzekere tijd van vernieuwing en van teruggrijpen naar vroeger. Een onzekere tijd van gespletenheid en identiteitsverlies. Het gothic genre bloeide, met als subgenre het spookverhaal. Er was een groot verlangen naar romantiek en lust, een terugkeer naar de ruïnes van vroeger en van de spoken die ertussen rondwaarden. Er zit een verscheurde Victoriaan in Kellendonk. Zijn doordachte taal, vol ironie en spot, draagt de littekens van andere begeerde en misschien verborgen levens. Kellendonk leefde in een maatschappij met starre kaders. Religie en een burgerlijke moraal hielden velen in hun greep. Zoals kinderen krijgen of maken iets vanzelfsprekend. Net zoals trouwen. En dat alles veronderstelde natuurlijk heteroseksualiteit. Het was het kader waarin de gewone burger leefde. Wie daarvan afweek, moest oplossingen zien te verzinnen om niet uit de boot te vallen. Vandaag worden steeds meer kanttekeningen geplaatst bij de vanzelfsprekendheid van het witte, heteronormatieve, patriarchale kader, net als bij de bijbehorende machtsstructuren. Is het wel het verlangen van iedere mens om zich voor te planten? Verlangt iedere vrouw ernaar om kinderen te dragen en groot te brengen? En is het sowieso wel verantwoord voor de planeet? Is heteroseksualiteit wel zo zaligmakend? Of is het een instrument van het patriarchaat? En wat is een vrouw trouwens? Die doorlichting van het systeem veronderstelt een metadenken en een bijhorend discours. Schrijven doen vrouwen natuurlijk al langer dan vandaag, maar nu klinken hun stemmen luider en zelfverzekerder. Het inhaalmanoeuvre, de poging om de eeuwenlang mannelijk gekleurde kanon te verbreden, houdt ook in dat vrouwen een eigen traditie gaan aanleggen. Dat vrouwelijke schrijvers nu een alternatief web van referenties over de wereld aan het uitspannen zijn, waarbij autoriteiten als Sontag en Arendt naast postuum ten volle gehonoreerde schrijfsters als Plath en Ditlevsen staan en naast recente herontdekkingen als Ginsberg en Audre Lorde, om er maar enkele te noemen. Tonen dat je als vrouw intelligente vrouwen leest, internationaal een verbond van vrouwen opbouwt. Vrouwelijke auteurs bewijzen dat ze niet louter een bundel emoties in een lichaam zijn, maar dat ze ook intellectueel begaafd zijn. Ook in boeken rond vrouwenthema's, zoals moederschap of femicide, gaat het niet enkel om de lichamelijk-emotieve beleving. Het traditionele verhalende genre wordt opgebroken ten voordele van andere vormen. Niet zelden komt de mengvorm van autofictie, het lichaam, met essayistische inslag, het intellect, in de plaats. Het zijn manieren van vrouwelijke schrijvers om plaats te veroveren en voor vol aanzien te worden, als lichaam en geest. Kellendonks oeuvre toont ook zijn worsteling met het kader en de norm. Het heteroseksuele maatschappelijke model heeft heel lang als voordeel gehad dat je niet hoefde na te denken, de lijnen waren uitgezet. Je kon binnen dat kader functioneren. Je had gewoon te volgen wat je was voorgedaan en wie je was voorgegaan. En dat is precies wat Mandaat probeert. In de voetstappen van voorganger Brugman lopen. Meedraaien, imiteren. Maar het schuurt en kraakt. Hij kan niet en een spook volgen en bij zichzelf blijven. Enkel dankzij de haat en minachting voor zijn soortgenoten houdt hij het vol. Hoe hij naar hen kijkt, spiegelt zijn eigen onbehagen. De tweespalt in Kellendonks werk tussen lust en intellect. In het hoofdstuk Twee beschamende herinneringen denkt Mandaat met schaamrood op de wangen terug aan die dronken avond als student, wanneer hij met een verleidster in bed belandt en tijdens het liefdespel het gordijn opeens omhoog gaat en hij blijkt mee te spelen in een toneelstuk. Het publiek juicht, hij vlucht weg. Over performatieve heteroseksualiteit gesproken. Zijn normatieve heteroseksuele geaardheid is letterlijk in scène gezet.
Nu, het woord geaardheid vertolkt het mooi. Hoe je geaard bent, hoe je aan de aarde vasthangt, waar de elektriciteit afgeleid wordt. Los van een lichaam bestaat geaardheid niet. Het is onontkoombaar fysiek. Heteroseksuelen zijn bijvoorbeeld nogal eens homoseksueel in the mind. De zoekterm lesbian scoort het hoogst op pornosites. Maar in de praktijk willen heteroseksuele mannen seks met een vrouw en willen homoseksuele mannen seks met een man. Geaardheid woont in het vlees. Maar verlangen elders. Een probleem met geaardheid is een probleem met lichamelijke expressie. En dat is wat Mandaat en bij uitbreiding wellicht ook Kellendonk zo dwars zit en overhoop gooit. Dat het lustvolle lichaam uiteindelijk zoveel dicteert. Van zijn intellect was Kellendonk zeker. En naar het einde van zijn leven gaf hij dusdanig erudite lezingen die maar door een handjevol ingewijden te volgen waren. Was het een manier om zichzelf in de marge te zetten en van daaruit te handelen? Sorry? Nee? Want commentaar mag, hè. Of straks. Een gesprek. Waar begint de geïnternaliseerde homohaat en eindigt het superieure minderwaardigheidscomplex? Van zijn geloof probeert hij overtuigd te zijn, maar zijn lichaam is ontembaar. Het controleert hem in plaats van omgekeerd. En dan is er nog de heikele kwestie van de mannelijke afhankelijkheid van de vrouw als het op kinderen krijgen aankomt. Kellendonks lichaam bepaalt zijn lust, het maakt hem ziek en het plant zich niet voort. Na mijn performance in het museum en de publicatie van mijn roman Net Echt, weet ik zeker dat ik een nieuwe plek nodig heb om te gaan wonen. Ik wil vervellen, een oude versie van mezelf afleggen. Tijdens de zomer breng ik elke dag een paar dozen naar mijn nieuwe appartement. Er lijkt geen einde aan deze hamstersgewijze verhuizing te komen. Dat is goed, zo wil ik het. De grote verhuisdag, het echte afscheid, schuif ik nog even voor me uit. Tijdens de verhuisweek groet ik 's morgens de dingen. Elke dag zijn ze met minder. Ik groet de dingen omdat ik ze ga verlaten, omdat ik op het punt sta in te pakken en te verdwijnen van deze plek. Ik kijk door de ogen van een ander naar het huis waarvan ik me al niet meer kan voorstellen dat ik er gewoond heb. Verhuizen is een spook achterlaten. Je kan alle muren nog vaarwel kussen, maar je bent al weg. In de holle ruimtes ben je niet meer. In de trappenhal zet je je voeten bijna verkeerd neer. Je lichaam heeft dit appartement al afgeleerd. Het huis past je niet meer. Je laat vochtplekken op de parketvloer achter. Je laat een spook achter. Je staat naast jezelf. Verhuizen is jezelf in dozen stoppen en dan toekijken hoe jij dat bent en niet bent. Een deel van wie je de afgelopen jaren was, is ingepakt en een ander deel staat klaar om naar het containerpark te gaan. Je weet dat het hele beeld een reductie is, dat je niet helemaal past in al die verpakkingen en de foto's en de eindeloze hoeveelheid plastieke zakken en draagtassen, dat je uit al die kleren gegroeid bent, ook al groei je niet meer, dat je een deel moet achterlaten omdat je anders uit je voegen barst. Ik heb vaak gedacht dat het mooi zou zijn, twee levens. Eentje om te schrijven en eentje om te leven. Steeds minder betrap ik mezelf op die gedachten. Het zijn communicerende vaten geworden. De ambtenaar Mandaat is echter volledig gespleten. In een andere ochtendelijke trein zit vast ergens een tweede Mandaat, denkt hij. De gedachte dat er een parallel leven geleefd wordt, troost hem. Dat er nog een versie van jezelf bestaat die ook in een trein zit, maar op weg naar elders is, naar de ontsnapping of het waarachtigere leven, een ontsnapping uit de beklemming en een bevestiging ervan. Mandaat wil zichzelf niet blootgeven ten opzichte van zijn collega's, maar wil wel dat die mensen naar hem luisteren. Hij lijkt in dat opzicht wel Kellendonk zelf. Tijdens de middagpauze begint Mandaat in de kantine bij de boterhammen een hilarisch en fascinerend verhaal te verzinnen over zijn grootvader.
Aanvankelijk houdt hij zijn publiek en ook de lezer in zijn greep, maar hij heeft geen idee hoe het verhaal verder moet, want er is nog geen verder. Het vertelde heeft in werkelijkheid nooit plaatsgevonden. Na een tijdje wordt het duidelijk dat hij geen richting meer op kan met het verhaal over zijn grootvader die stom dronken op een motorvoertuig zit te bevriezen, niet meer kan bewegen en dus geen afslag kan nemen. Opa dendert maar voort, net zoals mandaat. Hij blijft woorden voortbrengen en ondertussen hoopt hij dat de concrete werkelijkheid ertussen komt, dat de middagpauze voorbij is, dat ze uit de kantine gezet worden, iets. Maar dat gebeurt niet. Niemand snelt te hulp en hij kan geen closure voor zijn verhaal vinden. Hij heeft zelf geen behoefte om het verhaal af te maken. Die druk komt enkel van buitenaf. Zijn publiek gaat morren en laat hem tenslotte alleen achter in een lege kantine. De taal heeft gefaald. De woorden hebben hem in de steek gelaten om de brug naar de andere te slaan. Brugman is er niet. Voor iemand als mandaat is taal een tijdverdrijf zonder einde. Een poging om de tijd letterlijk voor je uit te jagen. Het stof van de letters te doen opstuiven en zo een pad doorheen de minuten en de uren te trekken. Mensen gebruiken taal om de tijd door te komen. Kinderen willen geen sprookjes voor het slapen gaan om voor ze indommelen een goed schrik aangejaagd te worden. Maar ze willen voorgelezen worden om gewoon samen tijd door te brengen. Het is een vraag om de tijd uit te rekken tot ze zich beschermd genoeg voelen om alleen de nacht te ondergaan. Mandaat wil vertellen om in de smaak te vallen bij de groep. Maar hij komt niet tot een pointe. Laat staan een werkelijkheid. En uiteindelijk duurt het te lang en is iedereen weg. Ook zijn overste van Uffel beklaagt zich erover hoe gebrekkig taal is. Ik praat, zegt hij, ik praat voortdurend in de hoop dat ooit iemand hetzelfde zal verstaan als ik bedoel. Misschien zou het louter toeval zijn, misschien een bewijs van genade. Misschien is iedere vorm van communicatie waar mensen elkaar verstaan louter een toevalstreffer. Met mijn zoon lees ik voor het slapen gaan De Meisjes, de verhalenbundel die ik tijdens het sorteren van spullen terugvond tussen oude pannen. Annet Schaap, schrijver van het aangrijpende jeugdboek Lampje, bewerkte een aantal klassieke sprookjes voor deze bundel. We lezen De Bewerking van Repelsteeltje. Reinhard Engelbracht Pelsteel heet hij nu, het mannetje dat als een spook 's nachts opduikt wanneer een arm meisje in diepe wanhoop in de kelder van de koning opgesloten zit, omdat haar vader hem beloofd heeft dat ze uit stro gouddraad kan weven. Ooit is dat haar op onverklaarbare wijze gelukt, één keertje, gek genoeg. Het mannetje stelt zich voor en zegt dat hij haar kan helpen. Ze wil weten hoe hij dat dan zou kunnen. Och kind, zo moeilijk is dat niet hoor. Je steekt gewoon je handen door de werkelijkheid naar wat daarachter ligt. Laat het wiel zijn werk doen en hoppa, goud. En dat is de sleutel, de code. Het echte goud ligt gewoon achter de werkelijkheid. Klaar voor het grijpen. Je moet gewoon je handen durven uitstrekken. En dat is precies waar ik achteraan wil gaan als schrijver. Het is de plek die ik wil bereiken. Die plek vol inzichten en diepe waarheden, verscholen achter de tastbare maquette waarin we ons 24 uur per dag een leven lang bewegen. En soms, op die luttele momenten van goddelijke genade, gebeurt het. Je hebt dwars door alles heen gekeken, recht in de afgrond van de werkelijkheid en die heeft teruggekeken. De favoriete flirt van iedere schrijver, soms fataal. Er is geen plot daar, er is geen verhaal, maar je wilt er wel geraken. Claire Louise Bennett, winnaar van de Europese Literatuurprijs 2023, schrijft in een verhaal uit Cassa 19 over Tarquinius Superbus, een grotesk romantische figuur die ontsproten is aan haar verbeelding. Hij leeft in een palazzo in Venetië en gaat in zijn bibliotheek op zoek naar die ene zin. In een interview in De Groene Amsterdammer krijgt Bennett de vraag: heeft u enig idee hoe de zin luidt waar Tarquinius Superbus zo wanhopig naar op zoek is in zijn lege boeken? En zij antwoordt: als ik het wist, zou ik het tegen niemand zeggen. Maar het punt is juist dat die zin niet statisch is. Zodra je hem ziet, verdwijnt hij en verschijnt hij ergens anders, voor iemand anders.
Betekenis is niet hetzelfde voor verschillende mensen. We zoeken ook andere dingen in boeken. Onze leeservaringen verschillen. Het zit in die ene zin die je natuurlijk niet kan onthullen of vinden of ontbloten, of je hebt als een psychoot het geheim van het heelal ontdekt voor alle eeuwen der eeuwen. Je kan er alleen maar naar proberen grijpen met taal. Kellendonk staat bekend als groot stilist. Hij slaagt er op iedere bladzijde in de taal naar zijn hand te zetten en in treffende beelden scènes te vatten. Mensen worden in letter en geest vaak met insecten vergeleken om hun nietigheid te onderstrepen. Wanneer Van Uffel de collega's bijeenroept om hen mee te delen dat de afwezige Brugman overleden is, komt er deze rake vergelijking. Alsof ze met z'n allen geschaard staan rond een zwembad zonder water. Enige minuten blijkt een tijdspanne waarin eindeloos van voet verwisseld en naar elkaar geloerd kan worden. Lichamen die daar staan en elkaar niets te zeggen hebben. Enter, de schrijver die zich kan verschuilen achter zijn woorden in het boek. Dat oord waar taal een lichaamloos postuum bestaan leidt, als een spook. De laffe schrijver die zijn personages als avatars over de bladzijde jaagt en de zinnen buigt naar zijn zin, maar die de werkelijkheid van vlees en bloed ongemoeid laat. Stijl is het vastgoed van de taal en Kellendonk investeert er veel in. Als het om taal gaat, essentieel toch in literatuur en niet om de waarheidsvinding, zoals in filosofie, komt er iets anders in het geding. De masochist in Mandaat houdt het een tijdje vol in de pip. Hij blijft in de sleur van Boulot, Métro, Dodo vastzitten, tot het moment dat hem een promotie aangeboden wordt. Eindelijk komt het tot een breuk met het systeem, omdat hij geen andere uitweg meer weet. Hij stapt op, niemand begrijpt er iets van, zo'n mooie kans die hem geboden werd om het verhaal van zijn loopbaan verder te zetten in de pip. En dat deed me weer denken aan Claire Louise Bennett's verhaal over Tarquinius Superbus, dat verteld wordt door de hoofdpersoon. Het eindigt heel abrupt. We lezen nooit hoe het afloopt, omdat het vriendje van de hoofdpersoon het verhaal verscheurt en ze er daarna nooit meer verder aan schrijft. De schrijfster zegt, ik wist ook niet dat het zo'n lang stuk van Kassa 19 zou worden. Ik heb het heel lang geleden geschreven, net als de hoofdpersoon. En ik ben nu, bij het opnieuw opschrijven, weer op hetzelfde punt gestopt als het toen verscheurd werd. Het was eigenlijk sowieso een interessante plek om te stoppen. Ik voelde geen behoefte om verder te schrijven. Soms stopt het verhaal plots. Zomaar. Omdat iemand die keuze maakt. Mandaat snapt niet wat zijn collega's zo belangwekkend vinden aan de waarheid, schrijft Kellendonk. Iedereen maakt uiteindelijk zijn of haar eigen waarheid. Dat verklaart ook de keuze van Mandaat om op te houden met de afstompende en heerlijk geruststellende arbeid in de bibliotheek. Hij vindt dan toch de moed om op weg te gaan naar zijn eigen waarheid. Het kan net zo goed zijn eigen ondergang zijn. Wanneer Mandaat bij de conservator Dr. Molhuizen zijn ontslag aanbiedt, moet hij daarvoor de buitenwereld een aannemelijke, rationele verklaring voorzien te verzinnen. Ach nee, zegt hij, het ligt niet aan Van Uffel, het heeft meer met mezelf te maken. En dan, tussen haakjes, spreekt hij zichzelf toe. Alles heeft met jezelf te maken, Mandaat. Alles heeft altijd met jezelf te maken. Je wilde niet meer zo belangrijk zijn. Je wilde jezelf verliezen en je leven redden. Je bent gekomen om een mens onder de mensen te worden, in de hoop dat die stolp van ijdelheid aan scherven zou barsten. Het is je niet gelukt. Je denkt dat het je nooit zal lukken. Er ontbreekt namelijk iets. Dr. Molhuizen, er is een woord voor. Een woord dat anderen heel gemakkelijk in de mond nemen. Als u dat woord eens zou uitspreken, Dr. Molhuizen, u bent zo gewetensvol en precies. Als u het zou uitspreken, dan zou hij geloven dat het iets betekent. Einde citaat. Dat verlossende woord, het woord dat anderen zouden moeten uitspreken om echt betekenis te krijgen, dat woord, met veel bijbelse echo's, komt er niet. Christus is onder de mensen gekomen. God komt via zijn enig geboren zoon Jezus op aarde om de mensen iets duidelijk te maken, maar hij is niet gehoord. Zijn lichaam is gekruisigd en gedood, maar hij is herrezen. Het is een lichaamloos spook dat blijft bestaan. Mandaat suggereert dat hij onder de mensen gekomen is als een god en weer vertrekt. Het verhaal eindigt zonder leesteken,
zonder een laatste punt. Maar er staat wel heel letterlijk dat hij op het perron staat. De plek van transitie bij uitstek. Hij staat er onbeweeglijk als een punt. Dat zijn de laatste woorden van Letter en Geest. De schrijver zit veilig in een honk van taal en kan schrijven en schrijven, maar het spook komt kijken. Het spook valt tussen de plooien. Het is niet tastbaar en het is ook niet te beredeneren of academisch-intellectueel vast te pinnen. Het zweemt naar liefde en verlangen, lust en verderf. Misschien het ongrijpbare, naar elders. Dank u wel. Dank u dat ik hier even mocht doen alsof ik professor ben ook. Maar... en dank aan de commissie ook voor hun goede smaak. Dan bedoel ik natuurlijk ook voor de cover en de uitgave van Van Tilt. Dank jullie wel. Zeer geachte Saskia de Koster, veel dank voor uw boeiende lezing die allerlei aanleiding tot napraten zal geven. En dat napraten kan eigenlijk al direct een aanvang nemen. Want, beste aanwezigen, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit deel van de bijeenkomst. Staat u mij toe om nog enige mededelingen te doen. Eerst en vooral wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om twee uittredende commissieleden van harte te bedanken. Beide hebben zij zich vele jaren ingespannen om deze lezingenreeks te verzorgen. Prof. Dr. Jos Joosten, waar zit prof? Was zelfs maar liefst 15 jaar commissielid en dat is een kristallen badge waard. Dr. Maaike Kofferman, die hier niet kon zijn vandaag, heeft zich tot het houten jubileum beperkt, maar slaagde er in die 5 jaar wel in om zowel de website als onze social media op een hele fraaie wijze uit te bouwen. Voorts wil ik nog even melden dat de tekst van de Kellendonk-lezing, zoals elk jaar, voor u allen beschikbaar is in boekvorm en u kunt zo meteen uw exemplaren ophalen tijdens de receptie. Ik kan daaraan toevoegen dat sinds enige jaren, voor de thuisblijvers die vanzelfsprekend ongelijk hadden, deze Kellendonk-lezing ook weer uitgegeven wordt door de uitgeverij Van Tilt en te koop zal zijn bij de Betere Boekhandel in uw buurt. Wie de lezing gemist heeft, kan die ook nog online bekijken. Ze werd namelijk opgenomen, maar geen zorgen, alleen de spreekster komt daarbij in bod. En wie graag op de hoogte zou willen worden gehouden van de volgende Kellendonk-lezingen, vraag ik vriendelijk om een e-mailadres achter te laten. Dat kan bij mij of bij een van de mensen bij de boekenstand straks. Voor nu bent u allemaal uitgenodigd voor onze afsluitende receptie te houden hier beneden in de foyer. Mag ik u verzoeken de sprekers en commissie als eerste de gelegenheid te geven om de zaal te verlaten. Daarna bent u van harte welkom om ons te volgen. Ik dank u voor uw komst en uw belangstelling en hoop u graag weer te zien bij de 31ste Frans Kellendonk-lezing die in 2025 georganiseerd zal worden. Dank u.